Burgemeester Beenhakker bekroonde op woensdag 9 november namens Maatschappij tot Redding van Drenkelingen de heer Van Bodegraven. De heer Van Bodegraven woonde in Tiel toen hij op 7 maart jongsleden een stadgenoot uit de gracht haalde die in het water terecht was gekomen. De geredde man kon na een kort ziekenhuisbezoek weer naar huis. De heer Van Bodegraven ontving de zilveren penning en daarnaast een oorkonde.